Pieter Beelen is vandaag in Beuzichem. Hij heeft afgesproken met Sander Pothuizen, pontvader van de veerpont over de Lek. Schipper Sander gooit het vandaag over een hele andere boeg en neemt Pieter mee aan land om te gaan vissen. Nou, dan gaan we het hier proberen, Sander. Jouw thuiswater. Ja, laat maar eens kijken. Waarom juist bij de veerpont? Meestal heb je hier een hoop activiteit, een hoop leven. Je hebt hier onder de veerstoep, zeg maar, altijd basalt liggen. Nou, dat stikt van de mosseltjes, van de kreeftjes, van de kleine waterleven. Dus met deze temperaturen, met een stilstaande rivier, zeg maar, heb je hier de meeste kans van slagen nog. Ja, we willen beginnen op de winden. Hoe gaan we dat nou aanpakken? Nou, we gaan even een paar kleine kostjes voeren. Ja. En dan hopen dat er een wind naar boven komt. En als je komt, snel mogelijk de kost erbij. Ja. Hè, om te kijken of we kunnen vangen. Ja, dan moeten we lekker vlug zijn. Hè? Ja, inderdaad. Dus niet al te grote kosten. Nee. Als je en jij met een mooie vlok net onder het oppervlak, ja, proberen een winden te pakken. Ja, twee verschillende methodes, dezelfde vis. Ja. Hopen dat het dat goed komt. Ja. Ja, proberen ze te lokken. Ja, voor een klein beetje tegen de wind in. Zodat het een beetje voor ons neus af moet gaan spelen. En omdat die pont veel stroming veroorzaakt, die blijft hier toch neer, hier tegen die kade aan, zeg maar. Dus dat is een groot voordeel, dat het niet gelijk richting Culemborg gaat. Ja, dat is wel fijn. Dat is voor Jan Doedel te voeren. Dus, ze blijft gelukkig, blijft het hier voor die veerstoep een klein beetje cirkelen. Nou, maar even wachten, hè, of ze willen komen. Ja, en dan zien we dat, hè? Die komen naar boven. Ja, die komen gelukkig naar boven. Zo, de pont op. Ja, eens even kijken. Naar de overkant. Kunnen we hier mooie spullen neerzetten? Sander, andere plek, aan de overkant. Wat gaan we hier doen? We gaan eerst beginnen ook gewoon met een paar vlokjes voeren. Kijken of ze hier lekker omhoog komen. Het is net even anders. Andere stroming lopen hier. Het is net wat ondieper, meer zon erop. En anders proberen we misschien een baars of een snoekbaars te vangen of zo met een dropshot. Ja, een beetje droogvis. Het is een taaie dag, dus we moeten even alles uit de kast halen om een vis te vangen. Zal er vast eentje vanuit komen, toch? We gaan ons best. Oké. Sander, jij bent schipper op deze veerpont. Ja. Er wordt veel gevist. Wat zie je hier allemaal gebeuren? Ja, het is een komen en gaan van roofvissers. En tegenwoordig valt gelukkig mee, hoor. De meesten houden het goed in de gaten. Maar er zijn erbij die zijn dus onbekend bij een pont. En die gaan op de meest ongelukkige plek staan waar ik dus met de pont aan wil meren. Ja. Ja, en dat zorgt af en toe voor gevaarlijke situaties. Dit hele stuk staat in de visplanner, heb ik van tevoren gekeken. Dus ik mag hier gewoon vissen, maar daarmee is de kous toch nog niet af, geloof ik, hè? Nee, je vist hier natuurlijk op een plek waar gewerkt wordt. En waar een pont constant aanmeert en weer afmeert, zeg maar. Wat kan er nou fout gaan hier als ik hier sta? Wat kan er gebeuren? Nou, je moet er natuurlijk vanuit gaan, vanuit de stuurhut. Dan zit je een stuk hoger. Je kijkt tegen auto's aan. En als ik hier onderaan bij de waterlijn ga staan, dan val ik eigenlijk in een doodhoek voor de schipper, dus die ziet mij dan niet. Ja. Dus maak altijd verkenbaar dat je staat te vissen. Eventjes even oogcontact, even zwaaien en zo van, hey jongens, we hebben elkaar gezien. Ja, dat is heel belangrijk, dat is heel belangrijk. Sander, hoe is voor jou dat vissen nou eigenlijk begonnen? Ja, als klein jochie met mijn vader mee. Lekker met de vaste lat. Ja, en op een gegeven moment mijn eerste werpengeltje. En dan achter de karpers aan en mijn eerste snoek vangen. Ja, toen was het verkocht, hè? Ja, dat geloof ik graag. Maar hoe ben je dan eigenlijk op die pont als schipper terechtgekomen?
Ik ben ooit eens gevraagd of ik op de pont wilde komen werken. Ze hadden personeel nodig en de voormalig chef, ja, die was een beetje rond het neus en die kwam mij tegen. Ik dacht, nou ja, dat wil ik wel, dat lijkt me wel wat. Okay. Dus ruim 16 jaar later loop ik nog steeds spartelen. 16 jaar al, ja. Dan moet het wel goed bevallen. Zeker, altijd buiten, weer en wind, heerlijk. En wat blijf je dan iedere keer weer naar die waterkant trekken om te vissen? De natuur, de rust en gewoon even lekker je eigen ding doen. Gewoon helemaal in jezelf, jagen achter die vis aan of dat nou een karper of een ruisvoorn of een snoek is of zo. Gewoon één met de natuur zijn, lekker opgaan. Ik zal jou niet in de stad tegenkomen te vissen waarschijnlijk. Niet snel. Waar moet ik nou extra op letten als sportvisser bij zo'n veerpont? Nou, sowieso dat de pont niet in de weg staat, zeg maar. Er zijn erbij, zeg maar, die gaan op een hele gevaarlijke plek staan. Zoals bijvoorbeeld hieronder, aan de waterlijn. Hier op die stenen, zeg maar. Hier op die stenen, zeg maar. En, ja, en het kan hier ook nog glad zijn misschien, hè? Dat is pechglad. Hier is, waar het water een beetje weg staat, zeg maar, al die alg, dat is zo glad. Dat, ja, dan ben je altijd te laat. Ook als schipper ben ik altijd te laat. En de beste stek is net naast de pont. Niet voor de pont, maar net naast de pont. En dat zeggen mensen dan ook altijd, joh, ga lekker daar staan. Dat is de betere stek. Heb ik geen last van je, jij geen last van mij. Hij zit er minder vaak vast ook. En veel minder vaak vast. Ja, je verspeelt ook veel minder spullen. Ja, haal het en als het echt moet, kom ik nog foto maken voor je. Nou, dat is heel aardig. Ja. Nog maar een keer wisselen van stek, Sander, want het is niet makkelijk. Laat maar doen, hè. Je ziet heel weinig. Ja. Ja. Het is een taaie dag, jongen. Ja. Ja. Hou houden vol. Ja, er gaat er vis uitkomen. Zeker weten. Nou, zijn we op jouw kantoor. Zo. Hops. Hier het hoekje om. Ja, nog even proberen. Ja, ben benieuwd. Het ziet er mooi uit hier. Ja, winden. Ah, mooi zo. Kun je het net pakken, Sander? Jazeker. Het lange net, dan hoef ik niet zo dicht op die gladde stenen. Wow, het is een blankvoren, joh. Wauw. Ja, een blankvoren. Zo, die is binnen. Mooi, man. Kijk eens een mooi vis. Zo, wat een voren, hè. Zo. Wauw. Zo. Nou, die vang je iedere dag. Ja, ik heb zo even de handen nat. En dan kijken we even hoe lang deze bul is. 38,5 centimeter. Mooi vissen. Ja, dat is wel echt een mooie voren, hè? En, ja, zeker weten. Ja, dit zijn mooie vissen om te vangen. Zo lekker met een korstje. Gewoon een engeltje mee, een beetje brood mee. En verder niks. Ja? Ideaal. Komt-ie. Nou, dan mag hij weer zwemmen, die blankvoren. Die dacht dat hij in winden was. Daar gaat hij. Oei. Achter. Nou, het was wel een lekker dagje. Zo, het was een taaie dag. Ah, wel een reuzenvoren nu vangen. Ja. Niet overdrijven, hè? Dat is mijn vak, hè? Nee, dat is wel... het was een mooi vorm. Dat is wel een mooi. Ja, zeker weten. Ja, een gozer.